20.000 kilo aan eten per week. En je begon met 4 producten. Maar als je zo groot bent, is het heel moeilijk om veel spieren te maken. Ik moet 6 of 7 keer per dag eten. En ik werd helemaal gek van al dat gekookt kip gesnijden. Ik was 80 kilo op 2,18 meter toen ik uitgegroeid was, op mijn 19e. Dat is zwaar, zwaar ondergewicht. En dat is de reden waar ik naar de gym ging. Nice. Ja, dat is eten meer functioneel. Ja. Ik train letterlijk hoe ik in de spiegel uitzie. Ja. Want mijn doel is Marvel en wat ook wel gelukt is. Kom op, kom op. Gas geven. Yes, welkom en tof dat jullie weer kijken naar Day One. We hebben een nieuw seizoen van het special seizoen van wat we vorig jaar hier op Day One hebben uitgezonden in samenwerking met OneBlade. En dit seizoen beginnen we met een gast die internationaal acteur is en te zien is straks in een echte Marvel film. Hij is officieel volgens het Guinness Book of Records de langste bodybuilder ter wereld. Ja, en runt ook nog eens een succesvol bedrijf. Hij kan het dus letterlijk allemaal. Dat is een intro, hè? Dat is een hele mooie intro. Dat is een hele mooie intro. Dat waardeer ik. Maar wat we nu gaan doen, is we gaan eerst jouw bedrijf bekijken en daarna duiken we samen de sportschool. Yes. Ja? Let's go, gaan we. Ja. Hoe lang ben je eigenlijk? 2,18 meter. Oh, dat is helemaal niet te zien. Nee. Ja, want dit is, kijk, ik moet eerlijk toegeven, ja. Olivier, ik heb bij jou besteld ook, man. Ja, ja. We zijn dus echt een online, echt diepvries supermarkt. Ja. Gefocust een beetje op de doelgroep sporters. En alle voeding, we hebben meer dan 250 producten, dus zoete aardappel, kipfilet, noem het maar op. Ja, we kunnen het gewoon aan PostNL geven, ook als het 40 graden buiten. En mensen kunnen gewoon een avondlevering kiezen, PostNL-punten op je werk laten leveren. Wauw. Maar hoe ben je dan op het idee gekomen? Ik ben bij bodybuilding gestart, 6 jaar geleden. En ik moest zoveel eten. En op een gegeven moment... Ja, mensen beseffen niet dat het voor mij best wel makkelijk is om gespierd te worden, omdat ik wat kleiner ben. Ja. Maar als je zo groot bent, is het heel moeilijk om veel spieren te maken. Ik moest 6 of 7 keer per dag eten. En ik werd helemaal gek van al dat gekookt kip gesnijden. En de vader van mijn schoonzus, die had een vleesfabriek, of die werkte in een vleesfabriek. En die maakte kipfiletblokjes voor de supermarkt die gekookt waren. Die heeft op een gegeven moment allemaal 200 gram pakjes gegeven aan mij. En dan kon ik mijn vriezer volstouwen en ik hoefde geen kip meer te maken. Dat was zo'n luxe. Ja. Dus ik vertelde dat aan mijn... Mijn gymvrienden, en die wouden het ook allemaal, dus op een gegeven moment had ik bijna elk weekend mensen die mij een kip kwamen halen. En toen hadden we dus dit verzendsysteem verzonnen, of bedacht, waardoor we heel Nederland en België konden sturen. En nu sturen ze dat naar Duitsland en Engeland. Nieuwe producten ontwikkelen, gespecialiseerd in dat ze schoner zijn, dat je een bulk kan kopen, dat het goedkoper wordt. Recepten clean houden, meer eiwit erin. En ja, we zijn nu gegroeid tot meer dan 250 producten in 6 jaar tijd. En ja, we versturen nu, denk ik, wel meer dan 20.000 kilo aan eten per week. 20.000 kilo aan eten per week. En je begon met 4 producten. Je hebt gewoon je eigen supermarkt. Het is moeilijk filmen trouwens, dit denk ik voor Thijs. Want ik moet echt omhoog en naar beneden. Ik deed het dan denk ik, shit. Ja. Ik kijk. Ja. Ik wil het eigenlijk allemaal meenemen. Het is wel min 21, hou je dat vol? Ik moet even een muts geven. Ja, dus we hebben hier een aantal mensen lopen in vriespakken die min 30 lopen aankunnen. Lopen jullie hier de hele dag? Ja, de hele dag. Nee joh, gekke. Dat zeggen we, elk rondje is anders. Ja. Ja, dus als de vriespakken koolhydraten gepakt zijn, dan gaat dat door. Ja. En dan wordt het met vlees aangevuld. Lijp, en dan wordt het naar buiten geschoven, wordt het daar met droogijs ingepakt. Ja. En dan komt er nog een mooi gedeelte bij, is dat we ook nog supplementen hebben. Alleen maar opwarmen en klaar. Het is geweldig. Iedereen die een beetje makkelijk denkt, is dit misschien wel de oplossing. Ja. Proteïne ijs? We hebben 51 gram wijpoeder ingekregen. Ja? En het is super lekker. Echt? In 1 pint zit 51 gram eiwit. Ja. Nou, die wil ik zo wel even... Ik zal straks even geven. Ik sowieso even shoppen. We gaan zo naar de sportschool. Want jij bent niet alleen de grootste of de langste bodybuilder ter wereld. Ja. Je neemt je training ook serieus. Daardoor is dit ontstaan. Ja. Wat heel leuk is. Maar je bent tegenwoordig ook... redelijk succesvol acteur. Nou, ik heb eigenlijk al heel kleine opdrachten gedaan in Nederland. Gigratische goede tijden als bodyguard. Ja. En dan kom je bij de tv-kantine als Lurch. Dat was allemaal superleuk. En toen merkte ik dat ik acteren echt wel een passie voor heb. Toen heb ik eigenlijk eerst naar mijn concurrenten gekeken. Van toen zag ik opeens de Mountain van Game of Thrones. Je hebt Nathan Jones in de film Troy. Het zijn allemaal mensen boven 2 meter die groot zijn en breed. En die spelen in bioscoopfilms, dat is echt fantastisch. En ik heb toen een hele reis doorgemaakt. Ik ben naar Los Angeles gevlogen om mensen te ontmoeten. Ik ben naar Cannes Film Festival gegaan, gewoon puur daar lopen, hopen dat mensen me zien. Wat er toen gebeurde is, ik kreeg opeens binnen 2 weken een auditie voor Men in Black. Voor Maleficent 2, met Angelina Jolie. Ik probeerde er veel meer in te komen. En paf, in 1 keer zit je, ik hoor je te horen dat je in Kingsman gaat komen. Nou,
Ik werd echt een verschillende keukenmeid door de kamer gerend. Dat je dan in een film, dan moet je ineens gaan nadenken over je uiterlijk en over je verzorging en hoe kom ik voor de dag. Want buiten het feit dat je kan acteren, moet je er natuurlijk ook goed uitzien. Nou, dat is echt een leuk verhaal. Die One Blade, die is door de filmwereld bij mij terechtgekomen. Nee! Ik moest voor Kingsman. Dit hebben we niet gepland om te vertellen. Nee, ik moest ook heel erg lachen toen jij zei One Blade, omdat ik heb nog nooit een baard gehad, 2 jaar geleden. En Kingsman zei, je moet een baard groeien. Ik wist niet eens wat dat kon. En toen moest ik toch weer een beetje bij gaan werken. En toen heb ik die One Blade gekocht. Ja. En die heb ik altijd meegenomen naar elke filmset. Omdat dit zorg altijd weer even bijwerken. Ja. We gaan de sportschool in. Dan krijg je er sowieso voor mij heen. Ik vind, even buiten het feit waar we het net over hebben gehad, dat je nu ook acteur bent en dat je dit doet. Ik vind het knap hoe je het combineert, man. Ik heb ook wel eens een traantje gelaten van geluk, zeg maar. Ja. Als ik eraan terugdenk, ik merk zelfs dat ik er weer emotioneel word van. Het is zo'n reis geweest van 6 jaar lang. Maar dat het ook tot iets geleid heeft. Ja. Dat is die tranen van geluk, zeg maar. Ja, is toch mooi? Ik was 80 kilo op 2,18 meter toen ik uitgegroeid was, op mijn 19e. Ja. Dat is zwaar, zwaar ondergewicht. En dat is de reden waarom ik naar de gym ging. En ik heb een transformatie meegemaakt van 10 jaar lang. Van 80 kilo naar 155 kilo. Door die transformatie kwamen we op het idee muscle meat. Op een gegeven moment was ik zo groot dat ik de filmwereld in kon. Dat bodybuilder was voor mij het begin van alles. Ja. Dus eigenlijk een beetje het Arnold Schwarzenegger verhaal misschien wel. Ja. Ik ging van Kingsman, ging naar een HBO-serie, ging ik naar Marvel, ging ik naar Netflix. En in januari, als jullie niet geloven, had ik een casting voor Dwayne Johnson, The Rock. Ja. En toen kwam corona. Oh. daar gaan we niet meer over hebben. Want weet je wat het namelijk is? Nu heb je HBO, Netflix, Kingsman, Marvel. En nu heb je Day One. Is nog beter dan Dwayne The Rock Johnson. Ik vond het super tof dat je me belde. Ik kijk jullie kanaal ook. Dus dat is voor mij ook een eer dat jullie hier zijn. Ik vind het keihard. Zullen wij lekker met z'n tweeën even de sportschool induiken? Ja, dat is tof. Stappen we in de auto, spreken we in Almere af. Goed. En dan gaan we naar jouw sportschool toe. Of jouw favoriete sportschool. Let's go. Het is een beetje awkward om weg te lopen elke keer, want ik verdwijn gewoon. Ja, daar zijn we in Almere. Gaan we hier in een lokale gym trainen. Hoe gezellig is dat? Hoppa. Dit is jouw tas. Nou, die hebben we op Instagram natuurlijk al een beetje ontleed. Die hebben we daar neergezet en toen hebben we gezegd, nou, van wie is deze tas? Er zijn een hoop mensen die het goed hebben geraden. En, heel toevallig, nou ja, jongens, hoe kan het nou? Wat is dit? We hebben de One Blade erin zitten. En het mooie is dat we hier een echte fan hebben van de One Blade. Ja. En dat ben ik, niet alleen ik. Jij gebruikt hem zelf ook echt dagelijks, hè? Ja, als je bewaring weg is, dan heb je meer definities, beter voor de film. Ja. Dan kan je het een beetje zien. Dus ik gebruik hem ook op de filmset en, om mijn baard een beetje bij te trimmen. Mensen herkennen me steeds meer, dus ik ben ook steeds meer op gelet als ik naar buiten loop dat iemand op de foto wil. Net hier ook al 3 mensen waren op de foto. Ja. Dat is wel leuk dat je verzorgd eruit ziet. Ja. En daarom is die One Blade ook gewoon heel handig in mijn leven. Ik zet even de tas hier neer en dan laat ik het voor de rest aan jou over. Wat hebben we nog meer? En als ik deze niet bij me heb, dan rijd ik ook echt naar huis. Ja. Die muziek zorgt ervoor dat ik de sets echt meer doorgram. Dat is gewoon het psychologische effect. Hoe vaak ga je naar de sportschool dan? Ja, ik eigenlijk om de dag, maximaal 4 keer per week. En anders herstel ik niet goed genoeg. Ik denk dat het een fout is dat veel mensen doen die 5 keer per week naar de gym gaan en gewoon niet goed herstellen en daar niet vooruit gaan. Slaap niet goed oppakken. Ja, niet goed eten. Ja, het aspect overtrainen of te veel trainen, dat geloof ik echt in dat het bestaat. Dat heb ik zelf ook gemerkt. Ja. Dan hebben we een handdoek, want als je 155 kilo weegt, meteen met 18 in je zweet, wel echt behoorlijk als je gaat trainen. Dat is een groot mijn dekbed. Dit is misschien wel leuk om te weten, is dat ik dextrose en wij halverwege de training gingen drinken. Oh, ik dacht dat het een Mexicaans pakketje was. Ja, je mag krijgen. Hier ga ik echt lekker op. Ik heb het ook in het vliegtuig al mee, hè? Ja? Maar ik schrijf nee, wil niet. Ja, ze haalt ook al wel eens uit, maar ze staat keurig op dextrose. Hebben ze hem wel eens opengemaakt dat ze dachten, niet? Nee, dat niet. Maar ik wil dit dan even zo. Oh, en dan ik zeg dan protein powder en dan geloof ze me. Ja, ja. Of je zegt, deze guns zijn groter dan die jij aan je arm hebt hangen. Oké. Ja, maar dit zorgt ook voor dat ik mijn training langer door kan gaan en volhoud. Maar het is ook belangrijk dat je na je training echt ook meteen even iets binnenkrijgt. Right. Het is eigenlijk heel basic, maar als er één van deze items mist, ga ik gewoon echt naar huis. Ik kan niet zonder... En natuurlijk gewoon een shaker voor de dextrose erbij. Ik vind het interessant. Het is minimaal. Er waren mensen die hele stofzuigers meenamen of een tas met Louis Vuitton. Wil jij trouwens al die andere afleveringen die we al hebben gemaakt nog even terugzien? Dat kan. Klik even hierboven. En dan hebben we Kraantje Papi, hebben we Busy. Genoeg mensen. Klik even op het i'tje en dan is het tijd dat wij gaan trainen. Want dit shirt gaat uit en ik ben ready. We gaan even die schouders uit elkaar knallen. Oké.
Nou, dit is een goed shot, denk ik, hè, Thijs? Oké, hey, waarom schoudertrainingen? Grote schouders in een film, dat ziet er gewoon te bruut uit van die bowlingballen. Ja. Dat maakt je gewoon zoveel wijder en breder. Elke spiegel is belangrijk, maar dit is wel een van mijn focuspunten. We hebben eigenlijk gewoon de standaard sets die iedereen kent, gewoon 3x10. Mm-hmm. Maar daarna gaan we dropsets en supersets doen. En dat mensen wel leuk vinden, zien die combinatie van mij, dat is zo echt die ronding met mijn schouders voor gezorgd. Deze training gaan we gewoon even erbij zetten wat we aan het doen zijn. Dus de mensen kunnen gewoon in principe als ze willen de training overnemen en gewoon thuis proberen. Maar dat kunnen inderdaad thuis doen, want het probleem bij mij is dat ik ben zo lang. In de meeste apparaten pas ik niet, dus ik train ook meestal met losse gewichten. Ah, dan pak je thuis alle twee de koelkast op. Ja. Laten we beginnen man, ik ben ready, ik volg jou. Ja. Okay. Als ik nu gewoon begin en dan maak jij een shot en dan 16 bij het eerste shot. Nee, je doel is wel echt in 50 minuten alles te doen. Ja. Eigenlijk veel korter. Voor mij is het zo snel mogelijk als slopen en wegwezen. Mm-hmm. Ik zie veel te veel mensen 2 uur in de gym trainen. Ja. En denk echt, dat ben ik niet goed bezig. Nee, dat is wel maar je hebt ook echt pro-bodybuilders van vroeger uit de tijd, dat Jory en Yates. Die zijn er zo'n fan van, het is snel slopen en wegwezen. Ja. En als je dieper gaat, heb je het ook veel sneller gesloopt dan dat je... Je kan 6 setjes van 10 doen. Precies. Of je kan er 2 heel diep doen. Ja. Snap je dat je echt tot de spiervezel helemaal kapot maakt? Ja. En dat laatste, dat is wat ik ontdekt heb, dat veel beter voor mij werkt. Dat je trillig naar beneden zakt, dat je tot vader ging, dat is goed. Boah, ja, maar deze wel. Is gewoon bijna de helft van mijn lichaamsgewicht. Gaat al snel natuurlijk. Is het dan voor jou belangrijk om veel gewicht te trainen? Word je natuurlijk wel snel groter. Ja, ik train echt de korte en de lange spiervezels. Dus zowel kracht als uithoudingsvermogen. Beide heb je als bodybuilder eigenlijk nodig om goed uit te zien. Want jij refereert steeds natuurlijk naar, en dat vergeet ik, bodybuilder. Terwijl ik probeer altijd atletisch te trainen, dus het is een soort van snel, snappy, boom, pap, pap. Ja, dat is, jij traint meer functioneel. Ja. Ik train letterlijk hoe ik in de spiegel uitzie. Ja. Want mijn doel is Marvel en wat ook gelukt is. En dan moet ik het beest zijn of ooit tegen de rok tegenover staan. Ja. En dan gaat het meer om uiterlijk dan dat ik meer til dan de rok. Duidelijk. Volgende oefening, wat gaan we doen? Yes, we gaan side raise doen. Maar een andere vorm, we gaan dropsets doen. Oh ja, dus we gaan naar beneden. Oké. Okay. Yes. Kom maar. Oké, gaan we. Even gas geven. Yes. Dus 30 herhalingen. Ja. En 2 keer bochten. Ja. Droppen. Kom op. Vastgeven. Hop. Oké. Top. Je zit erin. Nee. 6, alles eruit, 7, 8. Ja. Dat voel je branden. Nou, dus die eerste oefening is echt op kracht gebaseerd. Ja. En dit gaat zo diep in de spiervezels. En als je er meer zweetje raakt,
Ja. En drops is zo belangrijk om die lijnen erin te krijgen. Probeer je armen omhoog te doen. Als het goed is, zijn het echt met bakstenen. Lekker man. Heerlijk. Ja, dit is mijn schouderronde. Dus 3 sets in het begin. 2 drop sets. 3 supersets. Ja. Meer moet je ook echt niet doen. Dat is echt, dus huilen. Nou, dit zul je morgen merken. Dit is absoluut genoeg. Nu is het nog mooi, vind ik altijd. Want dit gedeelte, die traps zijn nu ook opgewarmd. Ja. Dus dat doen we nog eventjes extra achteraan. Lekker. Het staat heel lelijk als je ronde koppen hebt, maar dat je schouders dat die eerst niet meegroeien. Nee. Dat is wat de Rock Dwayne Johnson ook zo mooi heeft. Als hij een t-shirt aan heeft, dan loopt het gewoon als een driehoek naar boven. Ja. Voor iedereen die nu denkt bij zichzelf, ik heb echt geen zin om naar de sportschool te gaan. Ja. Hoe krijg jij toch elke keer weer zin om naar die sportschool te gaan? Ja, twee dingen. Ik denk dat het eerste belangrijk is dat je een doel moet hebben. Of het nou afval is, spiermassa aankomen, beter spieruitzicht. Je moet iets in je hoofd hebben van daar wil ik heen. Ja. Dat is de motivatie om te gaan. Ja. Het tweede is het volhouden. Maar dat vind ik altijd. Je moet proberen het een levensstijl te maken. En niet in je hoofd hebben van ik moet nu dit, moet nu dat. Ja. Voor mij is het zo'n gewoonte geworden. Ik sta op, ik eet mijn havermout, mijn eieren. Om 12 eet ik weer 3 uur. Het is een soort van levensstijl. Ja. En na je werk ga je trainen. Het is een gewoonte geworden. Moet een gewoonte worden, anders ga ik niet volhouden deze sport. Ik raad mijn levensstijl van 6 à 7 per dag eten, om de dag trainen. Ja. 10 jaar lang raad ik iemand aan, tenzij je echt een doel hebt. Ja. Als je mij even als extreem voorbeeld neemt, en daar een deel van afpakt en daar je levensstijl van maakt, dan ga je zoveel verandering zien in je lichaam. Ja. Het hoeft niet zo extreem als we het nu laten zien. Nee. Ja, en wat de meeste mensen fout ook maken in de gym is dat ze blijven trainen en niet goed eten. Ja. En dat is ook echt een van de redenen dat Massamiet voor mij zo belangrijk ook een boost van mijn eigen lichaam heeft gegeven. Ja. Dat ik altijd stabiel eten bij me heb of thuis heb liggen. Ja, bedanken. Ja, top man dat je komen. 1. Je hebt een fantastisch bedrijf opgebouwd. Dat waardeer ik, dankjewel. Ja, ik vind het heel leuk om te zien. Daar heb je hard voor gewerkt, jarenlang. Succes met je rollen. Ja. Mag je nog iets verraden? Ga je nog iets moois doen? Misschien een tip van Sai. Ik ben nu auditie aan het doen voor een film voor Zack Snyder. Dat is onder andere die heeft onder andere Batman vs Superman gedaan. Ja. Dat was wel een hele coole regisseur als ik die rol krijg. Ik wou de film niet zeggen welke het is, maar dus dat is een auditie die nu loopt. Jij wordt de nieuwe Superman. Ja, einde van de training. Wie scheert zich dan? Ik. En het mooie is dat jullie dus ook een Philips OneBlade kunnen winnen. Wat moet je dan doen? Maak een foto van je prachtige baard of je mooie snor. Of een foto van een niet zo mooie snor en een niet zo mooie baard. Want dan heb je hem pas echt nodig. Upload die op Instagram, op je feed of in de story. Tag ons, dat is heel erg belangrijk. @JJBosken en @DayOneLifestyle, want alleen dan zien we de foto. En wie weet krijg je dan wel een berichtje. Hey Vet, jij hebt een Philips OneBlade gewonnen. En wie weet krijg je deze dan thuis gestuurd. Dan kan je net als ik jezelf in de sportschool gaan scheren. Ja, de OneBlade serie. We zijn weer begonnen seizoen 2. En de eerste training zit erop. Olivier de Dutch Giant, dankjewel.
Volgende week zijn we er weer. Dit was Day One. Vergeet niet te abonneren. Laat even in de comments weten wie jullie nog in deze serie willen zien. Want we hebben nog wat gasten nodig. Altijd gezellig namelijk. Jullie mogen bepalen. Laat het weten. Dit was hem voor vandaag. Tot de volgende week. Later.